Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 7. Mijn kerstboompje staat uit helaas. Maar ik ben al heel eventjes wakker. Ik heb wat YouTube filmpjes gekeken. En nu heb ik de was opgevouwen. Ja, dat doe ik dan tegelijkertijd. En nu ga ik richting Bamel streamen. Laatste keer voordat ik naar Shanghai ga. Ik word met de dag nerveuzer voor Shanghai. Even mijn schoenen aan. Ja, dat is echt wel even een dingetje hoor, dat Shanghai. Ik vind dat echt wel eng. Vandaag moeten we ook mijn koffer inpakken. En vanavond is eigenlijk de laatste avond dat ik kan, kan doen met Nikki. Dus vanavond is date night. Dus ik wil ook eigenlijk me mooi aankleden daarvoor. Ik moet nog even bepalen wat ik precies allemaal aangetrek en naar Shanghai. Misschien moet ik eerst even hier in de kast ook kijken of hier nog iets ligt wat ik mee wil nemen. Het weer in Shanghai is trouwens hetzelfde als hier. Regenachtig, zo rond de 10 graden. Dus ik kan gewoon lekker winterkleren meenemen. Dat vind ik wel plezant eigenlijk. Ik hou van winterkleren. Lekker veel laagjes. Dus dat ga ik eventjes in de kast kijken hier. Spullen gepakt hier uit de kast. Wat truien, sportspullen, die liggen allemaal hier. Mijn sportschoenen, geen idee waar die liggen. Maar nu ga ik naar huis, want thuis moet ik streamen. En misschien dat ik eerst nog mijn koffer inpak. Het zou eigenlijk beter zijn, maar ik moet ook streamen. Dus keuzes. Ga je zien. Typisch wel. Ik heb het over dat ik naar Shanghai ga en zo. Ik ben die koffer aan het inpakken. Of ja, die tas dan voor nu. Instant word ik misselijk, hè. Dat is gewoon die heimwee die op gaat spelen. Ah, het is zo verschrikkelijk. Maar ik wil deze trips maken en zo. Maar op dezelfde manier heb ik ook echt super heimwee. Nu al. Ik ben nog niet eens weg. Maar echt gewoon dat het huilen me nader staat dan het lachen. En buikpijn. En het gevoel dat ik moet overgeven. Ja, het is echt... Het is de tripje naar Shanghai. Maar goed, we gaan het wel gewoon doen, want... Ik vind het zo verschrikkelijk als heimwee de reden zal zijn dat ik niet ga. Dat kan gewoon niet. Dus even kiezen op elkaar met ja en door. Ik ga om 1 uur streamen in plaats van 12 uur. Dan kan ik nog even mijn koffer inpakken. Dit is hem. Dit is een kleiner koffertje dan ik normaal heb. Maar dan hoef ik ook niet zoveel te slepen, dacht ik. Nou, dit is mijn koffer. Die zit aardig vol. Alleen mijn toilettas moet er eigenlijk nog in. Maar die ligt bij Nikki. Maar ik heb alles mee. Ik heb alleen dit jurkje mee als mooi jurkje. En verder allemaal wel game gerelateerde shirtjes. Ja, Trust, sponsor. MSI sponsor. Koelemaster heb ik helaas niet. Of trouwens, ik heb een petje. Nou, laat ik voor de sier dan ook Koelemaster meenemen. Zou ik eigenlijk ook Body & Fit nog ergens moeten. Maar dit pak ik dan wel bij Nikki. Heb ik een legging, sportlegging. Het lijkt een rommeltje, maar het valt reuze mee hoor. Maar mijn koffer is klaar. Niet helemaal vol. Er zit nog plek in, want ik weet zeker dat ik spullen krijg daar. En die PUBG spullen zijn altijd groot. Ik hoef alleen nog mijn... alleen nog mijn toilettas erbij. Oh ja, een headset en webcam en zo, zodat ik daar kan streamen. Zo, dat is deel 1. Is eigenlijk een soort van klaar. Nu zit ik te twijfelen. Ga ik mijn laptoptas meenemen? Of ga ik mijn laptoptas meenemen met mijn laptop? Of ga ik mijn laptoptas in een extra mini-koffertje als handbagage meenemen? Dat is wel vet onhandig, maar dan heb ik wel meer ruimte en ik ken mezelf.
Op de terugweg ga ik sowieso te weinig ruimte hebben. Not sure yet. Not sure. Daar gaan we, jongens. Dit moet ook gebeuren voordat ik naar Shanghai ga. De kerstkaarten schrijven. Oh, dat is een hels karweitje, maar ik ga er maar meteen aan beginnen. Ik vind de kerstkaarten die ik heb gekozen echt heel mooi. Het is wat later op de vrijdagavond en dit is de laatste avond dat ik met Nikki ben. Dus we gaan vet gezellig. Wat gaan we doen? We gaan niet veel doen, denk ik. Wat ik wel ga doen is kerstkaarten schrijven. Dus ondertussen wat we gaan doen, ga ik kerstkaarten schrijven in ieder geval. Super romantisch. Oh, mijn hand doet gewoon zeer. Ik kan mijn camera niet eens vasthouden. Mijn hand doet zeer van het schrijven. Ik heb zelfs op alle enveloppen mijn eigen adres geschreven. Of ja, dat is Nikki. En je mag een kaartje terugsturen als je een kaartje hebt ontvangen. Maar dat verwacht ik helemaal niet, dus dat hoeft niet. Maar het adres staat erop. Je mag me ook een Nintendo Switch sturen. Wat wil jij hebben, Nikki? Twee Nintendo Switch. Twee? Nee, daar heb je helemaal niks aan. Nee, ik wil dan Pokémon op de Nintendo Switch. Ja, dat wil ik wel. Niet doen hoor, dat was een grapje. Mag wel. Nikki! Ik ga weer een eind breien aan deze vlog, want het einde van de dag is in zicht. Morgen gaat het heel erg leuk worden, want dan ga ik met de meiden opstaan. Lekker met de meiden. Lekker met de meiden. Worteltaart. Oké, dankjewel voor het kijken. Geef het een duim omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Laat even een comment achter. Vertel iets leuks over jouw dag. En wat zit jij te lachen? Nee, ik doe het over. Ik was echt goed gedaan. We zitten wel anders even lachen om de snor van Nikki. Oh, wat ziet die er dom uit op de vlog? Ja, ziet er echt zo dom uit. Ja. Huh? Wat moet jij bij mij? Ja, dat vraag ik me ook af. Wat moet jij bij mij? Ah, ik ben blij dat ik dadelijk een week in Shanghai zit. Oh nee, dat meen ik niet. Oh, dat meen ik echt niet. Hier wegwezen. Move. Oké, doei. Tot morgen.